Hallo beste mensen, mijn naam is Jelle. Ik maak filmpjes op het internet en op dit moment kijk je ernaar. Veel plezier met kijken. Vandaag doen we namelijk een Q&A. Ik hoef het hopelijk niet uit te leggen wat het is, want zeg maar, hopelijk snap je dat al. Laten we maar dan snel beginnen met de vragen. De eerste vraag is, wat is je favoriete automerk? Kijk, ik denk dat mensen nu proberen grappig te doen en zouden zeggen een Honda of een Bentley, maar ik kies voor die Volkswagen Polo. Daarna kreeg ik de vraag, wat zou ik doen als ik nog maar één dag te leven had? Ik denk dat ik zou gaan eten. Ik denk dat ik zou gaan afscheid gaan nemen van mijn familie. Ik denk dat ik een video zou maken voor YouTube. Want dan pak ik views. Voor de rest weet ik het niet. Ik kreeg ook de vraag van wat ik het gaafste vond wat ik ooit heb meegemaakt. Dat zal ik je vertellen, Willian Haakvoort. Het gaafste wat ik ooit heb meegemaakt is natuurlijk de Amerika video. Of niet specifiek de video, maar de vakantie zelf. Ik kreeg ook een reactie van of ik veel muziek luisterde en zo, ja, wat voor muziek dan? Nou, op zich, ik luister best wel veel muziek, maar ik heb niet echt bepaald een favoriete muzikant of iets in die richting. Maar ik hou wel een beetje van dit soort muziek. Maar als ik dan toch moet kiezen uit het favoriete muzikant, is het toch gewoon Martin Garrix gewoon. Ik kreeg ook een vraag, als ik nog maar één ding mag eten, wat zou dat dan zijn? Een medicijn. Ik kreeg ook de vraag voor strakwoord, veel vrienden hebben en THC stopt en weinig vrienden hebben of THC gaat door. Ja, maar weet je wat ik dan niet afvraag? Zijn abonnees dan ook een soort van vrienden? Want dan heb ik 500 matties, dus ik kies voor het tweede. Ja. Bij alles wat je zegt, komt er kots uit je mond. Of elke keer dat je knippert, komt er snot uit je ogen. Ik wist niet eens dat het tweede mogelijk was. Maar ik kies denk ik toch voor... Ik knipper ontzettend vaak. Het eerste doen we maar. Want dan koop ik wel een Google Translate ding. Ik daar alles op, want ja, dan heb je dat ook. Ik kreeg ook nog een vraag. Heel toevallig, want er is een Q&A. Wat zou ik doen als YouTube... Wat wil je laten worden als YouTube niet meer bestaat? Hetgene wat ik leuk vind. Be like it. Ik kreeg ook de vraag van wat is mijn favoriete YouTuber op dit moment? Veel mensen gaan me nu uitlachen, maar ik meen het oprecht. King Alert, mijn bro. Ik mag je wel. Ik kreeg ook nog de vraag van met welk programma edit je? Ik edit met twee programma's. Premiere Pro en After Effects. By the way, ik kan helemaal niks van After Effects. Aangezien ik ook nog een goede titel nodig heb, is Josje Brunesse daar heel handig voor. Want die vraagt hoeveel vriendinnen heb ik gehad. Nou, ik weet niet of ik de basisschool erop moet tellen. Maar na de basisschool heb ik nog geen vriendin gehad. En op de lagere school, zeg maar... daar heb ik... Wacht, dan moet ik even nadenken. Volgens mij heb ik er 3 gehad. Ook de vraag... strand of zwembad? Beide heeft grote nadelen. Ik ben niet zo'n zwemjongetje. Want als ik op het zwembad zit, dan moet ik altijd knaken in zo'n pashokje ding. Je weet wel, dat is zo klein en zo. Niet dat ik claustrofobisch ben of zo, maar dat vind ik gewoon niet leuk. En een strand vind ik gewoon heel onhandig, omdat je na de tijd altijd helemaal onder de zand zit en dan trek je je slippers aan. En dan zit er allemaal zand tussen je tenen en dat vind ik ontzettend irritant. Goeie onderbouwing, maar ik kies toch voor het zwembad. Mensen, dit was de Q&A. Ja, als ik je vraag niet heb beantwoord, spijt me. Like deze video. Laten we gaan voor de 40 likes. Waarschijnlijk haal ik het toch niet, want mijn kanaal is zo dood als de weet ik niet wat. Abonneer dan ook meteen. Want eigenlijk moet ik nog een 500 sub special om. Maar ja, die komt er zeker aan, mensen. Ik denk niet dat ik jullie vergeten, maar er komt zeker nog een hele speciale 500 sub special aan. Oh, en als je nu toch bent bezig met... Als je nu toch bezig bent met al die dingen doen, volg me op Insta.
RTL Urk. Dankjewel. Doei.